Over heel veel leuke kunst, want de 5 en 6 september, dat is komend weekend, kun je naar Art and Fashion op het Noordeinde in Den Haag. Er komt een 1000 meter lange loper. Er is kunst, er is mode. En er is ook een kunstenares, Nancy van Dam, die gaat 2 dagen live schilderen. En tada! Ze is er al. Onafgebroken 2 dagen, 48 uur achter elkaar. Nee, ik maak er geen marathon van. Nee, dat is niet de bedoeling. Hey, hoe is dat zo gekomen? Want je staat dan bij een galerie voor, ja. Neem ik aan. Ik exposeer op dit moment bij galerie Chris Art. Ja. Met grote schilderijen en een overzicht van mijn werk van de afgelopen jaren. En de galerie heeft mij gevraagd om te komen schilderen. Om te laten zien hoe dat gaat. Ja. Dus het gaat over het ontstaansproces van de schilderij. Mensen kunnen echt zien... van de schetsfase tot eventueel een eindproduct. Moet even kijken of ik dat haal. Want jij maakt eerst een schets met iets? Nou, ik maak nooit echt de schetsen van tevoren. Maar het is natuurlijk in het begin van een schilderij heb je een schetsfase. Dat zul je zo meteen ook wel zien. En ik maak tijdens Art and Fashion op het Noordeinde een doek van 2 meter bij 1 meter. Dus zo. Een langwerpig werk. Ja. En krijg je dat af? Want wat voor mensen die jou niet kennen, wat maak jij over het algemeen? Ik bedoel, waar kunnen ze jou in plaatsen? Als mensen echt even willen kijken, dan is het www.nancyvandam.nl. Nou ja, ik vind het altijd lastig omdat het iets visueels is om daarover te vertellen. Maar ik werk op hele intuïtieve wijze, dat zul je zo meteen ook wel zien. Onderwerpen zijn heel verschillend. Het is een beetje abstract, hè? De dans. Ik hoop wel dat ik ze goed hou. Grote werken met Oost-Indische inkt. Ik schrijf ook wel eens door werk heen. Ik combineer het schrijven wel. Gelaagdheid, het mysterie van het gelaat. Daar ga ik zo meteen iets mee doen. Mm-hmm. En verschillende onderwerpen eigenlijk. Maar zo'n megadoek, krijg je dat in die 2 dagen dat je bezig bent af? Dat soms gaat het echt heel erg lekker. Dan zit je in een soort flow. Dat hoop ik natuurlijk dat lukt in die 2 dagen. En dan kan het wel eens zijn dat het wel tot een eindproduct komt. En dan kan ik gelijk niet de galerie in. Dus het is een open einde eigenlijk. Ja, ja, ja. Dan kan die wel gelijk een stickertje erop. Ja. Kunnen ze hem opvangen? Ja, nou, dat is wel het idee. Maar als jij zegt, ik wil in die flow raken, dan is het wel fijn als je niet gestoord wordt. En er lopen natuurlijk ontzettend veel mensen. Ik kan me voorstellen dat mensen vragen aan je gaan stellen. Ja. Is dat de bedoeling? Ja, dat is prima. Ik bedoel, ik ga kijken hoe dat gaat. Het is voor mij ook voor het eerst om zo op straat zeg maar te werken. Ja. Nu ook voor het eerst in de studio. Maar ook, ja, het is juist ook wel mooi als er invloeden van buitenaf in komen. Iets anders, sorry, dan afgesloten in je studio. Ja, in je eentje. Nou, want je zegt ook, ik werk intuïtief, maar ik kan me voorstellen inderdaad ook als je daar dan, je begint dan die dag met een idee misschien, dat wat je dan wel van tevoren had, of laat je dat echt op het moment zelf ontstaan? Of? Ik heb wel een uitgangspunt, dat heb ik zo meteen ook. Een uitgangspunt, maar het is voor mij altijd weer een avontuur. Hè? Maar ik kan me ook voorstellen dat dan dus mensen die langslopen of de dingen die gebeuren die dag, dat die dan misschien dat idee ook wel weer beïnvloeden te plekken dat je erbij. Ja, ik heb daar wel eens een stukje over geschreven. Ook wel eens als ik in mijn atelier sta en ik hoor iets op de gang en heb ik geschreven: een volgzame lijn laat zich leiden door een stem op de gang. De lijn vormt een boog, de stem is weg, de verf op. Nou ja, hè, en dan is er weer een leeg moment. Maar en zo zal het ook met het publiek zijn. Of hier in de studio. Dat hangt er ook vanaf welke muziek jullie straks gaan dragen. Oh, dit wordt interessant. Of waar de gesprekken over gaan. Dat kan allemaal invloed hebben. Leuk. En de ene keer heeft dat meer invloed dan de andere keer. Maar dat is de manier waarop ik werk. We gaan het proces volgen. Jij gaat hier 2 uur lang schilderen. Ja. Dus ik zou zeggen, je hebt je ezel meegenomen en een prachtig groot doek. Ja. Ik heb René, jij hebt je ezel. Ieder zijn eigen ezel waar je zegt. Ja, precies. Zo is het. Ga jij lekker aan de slag? Dan komen we regelmatig bij jou terug. Vandaag wil ik in ieder geval een wandeling door het gezicht maken. Een wandeling door het gezicht? Ja. Ik ben heel benieuwd. Ga jij lekker wandelen naar je ezel? Ja. We komen straks bij je terug. Okay. Nancy van Dam.